ik wil het met je hebben over successie. Opvolging dus. Ja, maar dan anders. Elk stukje strand wil als die later groot is, bos worden. Maar dat kan zomaar niet. Dat zou een mooie boel worden. Elk stukje strand moet natuurlijk eerst duin worden en zo gaat het verder. De rotsen beginnen te verweren. Er komen korstmossen en mossen te groeien. De eerste grassen en struiken. Dan de eerste bomen en tenslotte de climax. Nou zijn er natuurlijk grote verschillen tussen een ecosysteem in de pioniersfase en in de climaxfase. Er zijn weinig soorten in de pioniersfase, veel in de climaxfase. De biomassa is groot in de climax. En de NPP is groot in de pioniersfase. En in de climaxfase is het ecosysteem stabiel en zijn er veel consumenten. Dit was successie op een rijtje.